Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Geen veld waar dat de kruiden in groeien, maar wel de stad Antwerpen. Ik ben hier bij Plein Publiek en in deze containers worden kruiden op mega ecologische en duurzame manier geteeld. En dat heet Vertical Urban Indoor Farming, oftewel verticale stadslandbouw. Ik weet ook nog niet goed wat dat betekent, jullie ook niet, maar dat gaan we vandaag samen ontdekken bij Niels. Niels, ça va? Doei. Hoe is het? Welkom. Zeg, indoor vertical farming. Leg dan een keer uit, wat is dat? Wel, in onze gesloten systemen, in containers, kweken wij bladgroene groenten en kruiden. Op een super ecologische en efficiënte manier. Dus niet meer op een veld en... Nee. Zonder tractor. In de stad, okay. In een container, super lokaal. Zalig. En waarom doet u dat eigenlijk, die vertical farming? Wel, we gaan met meer en meer in de steden wonen. Mm-hmm. Dus het lijkt mij niet meer als logisch om dan de landbouw ook wat dichterbij de, of tot in de steden te trekken. Qua ecologie en duurzaamheid, was dat ook een belangrijke factor voor u? Zeker, zeker. Wij zijn CO2-neutraal. Wij werken super efficiënt. Een hele kleine geografische voetafdruk om te beginnen. En een hele kleine ecologische voetafdruk, doordat wij kweken in lagen boven elkaar. Ja, ja. Dat is uw eindresultaat hier, wat wij nu zien. Yes. Mag ik eens eentje proeven? Uiteraard, proef. Okay. Alles is pesticidevrij, dus... Ah, je mocht alles zo direct opeten? Ja, je moet het niet wassen. Oké, okay, dat is shiso? Dat is baby shiso, inderdaad. Dat is lekker. En dat was de... Baby rucola. Rucola. Yes. Top. Dus dat is wat je verkoopt aan de klant? En... Yes. Hoe groeit dat? Dan zal ik u... ons systeem laten zien, denk ik. Het systeem. Daar ben ik het meest benieuwd naar. Wat een systeem, jong. Vertel eens. Ja, hier kweken wij op 30 vierkante meter. 4 keer 30 vierkante meter. Ja, tuurlijk. Ja, je hebt 120 vierkante meter. Onze vierkante meter, maal 4. Die pottekens die zitten niet in de grond. Nee, wij kweken in kokossubstraat. Ja. Dat is kokospulp van de kokosindustrie. Dat is een afvalstroom en die gebruiken wij om onze zaadjes in te laten ontkiemen en de plantjes in te groeien. Wow. En hoeveel planten heb je hier tegelijk? Wel, wij oogsten tussen de 1600 en de 2000 plantjes per week. Per week? Per week. Wow. Heel het jaar door, volledig seizoensonafhankelijk. Ja, ja. Bij ons is het altijd zomer. En denk je dat dat de landbouw van de toekomst is, dat we daar naartoe gaan? Wij zijn zeker een oplossing voor een aantal teelten. Wij gebruiken ongeveer 5% van het water in vergelijking met de conventionele landbouw. Het luchtvochtige... 5%? Ja, dat is misschien wel op termijn een van de belangrijkste aspecten van deze teelt. Dat wij super efficiënt zijn met water. Mogen we eens een paar kruiden oogsten? Ik heb er wat nodig voor mijn salade. Oh ja, kapier. Perfect. Niels, dikke merci voor al uw futuristische kruiden. Je hebt beloofd dat ze lekker waren. Ze zijn zeer lekker. Ik vind alleszins super interessant en zalig dat je zo duurzaam bezig bent. Dat is belangrijk, hè, in 2019, toch? Ik denk het wel, ja. Ze gaan perfect zijn om er echt mee af te werken.